Clearblue. Hormonen en de menstruatiecyclus. Dit zijn twee belangrijke vruchtbaarheidshormonen. Oestrogeen, luteïniserend hormoon. Een vrouw is slechts enkele dagen per cyclus vruchtbaar. Een oestrogeenstijging zorgt voor een plotselinge piek in LH, waarna binnen 24 tot 36 uur de ovulatie optreedt. Er zijn een paar dagen van hoge vruchtbaarheid voor de eisprong, omdat sperma tot 5 dagen kan overleven. Clearblue ovulatietesten werken door het detecteren van hormoonveranderingen voor het nauwkeurig voorspellen van een ovulatie. De eicel kan tot maximaal 24 uur na de ovulatie overleven als deze niet door sperma is bevrucht. Dit betekent dat de volledige vruchtbare periode meestal 6 dagen duurt en afloopt op de dag van de ovulatie. Tijdens een zwangerschap wordt HCG eerst door de bevruchte eicel en later door de placenta geproduceerd. Na implantatie komt HCG in het bloed van de vrouw en kan in de urine worden gedetecteerd. HCG neemt snel toe tijdens de vroege stadia van de zwangerschap. Clearblue zwangerschapstesten detecteren dit zwangerschapshormoon in urine en zijn vanaf de dag waarop uw menstruatie zou moeten beginnen meer dan 99% nauwkeurig. Clearblue,